Goedemorgen. Je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van maandagochtend 27 augustus. Vandaag begon het grijs en met af en toe regen, maar vanuit het westen breiden opklaringen zich over het land uit. Er staat een matig tot vrij krachtige wind uit het westen, die vanochtend aan zee nog krachtig kan zijn. Vanmiddag wordt het 18 tot 21 graden, de zon schijnt dan geregeld en er valt slechts lokaal nog een enkele bui. Vanavond neemt de wind snel af en het klaart dan op veel plaatsen ook op. En het wordt geleidelijk droog. Vannacht is het dan vrijwel windstil en droog bij minima van 10 tot 14 graden. Morgen wordt een prima dag. Er staat dan weinig wind en het blijft droog. Er zijn eerst wel wolkenvelden, maar smiddags is er geregeld zon en slechts enkele stapelwolken. De maxima liggen tussen 20 en 23 graden. Woensdag begint eerst nog met zon, maar daarna trekken er vanuit het zuidwesten buien over ons land. Donderdag vallen er alleen in het noorden nog enkele buien, elders is het droog en ook vrijdag blijft het droog bij een afwisseling van zon en wolken. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.